Ja, ik zou nog terugkomen bij jullie. Het is inmiddels al 11:45. Helemaal weer ontschoten. Maar Ro, die is weer gewoon momenteel zo lief. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer woensdag 21 april 2021. Het is nu 11:50. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zoals jullie dus zien, zitten we dus in onze tweede huis. Kijk, Roos er ook. Ja. Alleen ik kan hem dus niet filmen, want anders heb ik problemen met zijn werk. Ja, logotje, hè? Ja. Maar we zitten dus, zoals jullie zien, in onze tweede huis. Zowat. Maar vandaag gaan we weer naar onze andere leuke adres. Den Helderstraat, nummer 25. Want ja, ook de auto moet weer een keuring hebben. Dus dat gaan we ook zo meteen doen. Maar eerst gaan we naar de dierenvoedselbank. En dat gaan we dus gewoon eerst doen. Ja, en dan aansluitend gaan we naar de APK-keuring. Naar Garage Den Helder in Den Helderstraat, nummer 25. APK-keuring kost €30. Ja, lekker goedkoop. En ze zijn daar heel vriendelijk. Dus jullie zien ons waarschijnlijk of eerder of bij Garage Den Helder. Zo. Twinkel, hè? Yep. Klopt, helemaal correct. Een mooie twinkel, blauw. Heel blauw, dan ga je remmen door. Koppelingen achteruit. Je rand mag een beetje op. Ja. Remmen. Ja. Rem los. Knipper ligt er mogen uit. Dan mag je daar parkeren. Dan mag je daar parkeren. Op die brug. Met de klaxon. Geen peren. Dit hoesje is dus lek. Dan krijgen we een ander hoesje voor. Waar zie je dat dat niet kapot is dan? Die vet gooit hij eruit, hè? Oké. Okay. Hij is ergens kapot, anders zal hij niet. Ergens, ja. Kijk, deze band. Ja, die band moet ik even meten, denk ik. Ja. Nee, die haalt niet, Michiel. Wat? Nee, die haalt niet. Ja, ik dacht net wel misschien. Maar... Achterwielagers goed? Ja. Alle beide? Ja. Wielen draaien rond? Ja. Ben je een mooi meisje? Hé? Weer worst. Zo meteen worst. Zo, wij zijn dus bij de dierenvoedselbank geweest. Ja. We hebben weer wat gekregen. Zo, een lekkere blik honden voor. Lucky Dog. En de bekende Lucky Dog. Dat is Lucky Dog, hè? Ja. Ben jij gelukkig dan? Ben jij een gelukkige hond? Nou, dan heb ik deze. Er zit 2 of 3 in of zo. Ja, 3 stuks. Oh, dat staat er hier ook op. Dus dat zijn er 6 in totaal. Ja, is niet voor jou, hè. Dan heb ik hier nog kattenvoer. Ik heb hier weer caviarvoer. En dan moet ik dit even dus gaan verdelen. Want dit is namelijk hondenvoer. Nou, die ga ik dus even verdelen. Dat komt helemaal goed. Zo. Lust jij niet? Nee.
uit. Nee, je krijgt het wel weer. Ga je toe dan. Hij wil lekker liggen. Kom. Nu pak hem. Nee, is goed. Is goed. Ga ze liggen. Ga ze liggen. Ga ze af. Ga ze liggen. Ga ze liggen. Ga ze maar liggen. Kom. Ga maar liggen. Ga ze liggen. Ga ze af. Nee, liggen. 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 Goed. Lekker. Ja, dankjewel. Dup. Lekker ding ben je ook, hè. Ja, jij bent ook lief hoor. Worst. Worst. W-O-R-S-T. Lovely. Worst, hè. W-worst. Wil jij een gebakken worst? Een gebraden worst? Wil je ook worst? Nee. We zijn oh zo lief. Ja, is leuk. Jee. Yo, ja, het is alweer in de avond, wat je wel licht kan zien. Het is nu 9:30. Kijk, ik lig niet. Nee, deze schank staat een beetje voor. Maar oké, okay. Maakt niet uit. Het is, ja, wat ik al zei, 9:30. Ik ga Lady even uitlaten. Maar als ik terugkom, dan ga ik deze twee tassen eventjes unboxen. Want thuis kwam... Heb ik even samen met Roderick even namelijk een lekker noedelsoepje gegeten. Daarna is hij naar huis gegaan. Even hebben we eigenlijk allebei een beetje geslapen. Want we waren gewoon echt allebei moe. Ik heb net even een vla gegeten. Eventjes een kippetje. En zometeen ga ik Ro weer even zien. Voordat hij zometeen weer gaat slapen. Morgen weer werken tot 11 uur. Lady wou het ook even zeggen waarschijnlijk. Yep, en tot nu toe wel een hele goede dag. Dus we mogen niet klagen in deze tijd. Het is gewoon mooi weer aan het worden. En ik ga mijn moeder eventjes beantwoorden. En dan zie ik jullie straks naar het lopen. Ja, ik zou nog terugkomen bij jullie. Het is al inmiddels al 11:45. Helemaal weer ontschoten. Maar Ro, die is weer gewoon momenteel zo lief. Omdat we dus, ik zit dus bij, bij de dierenvoedselbank en bij de voedselbank zelf, zoals jullie weten. Kijk, Ro die heeft, wij wonen dus niet samen, dus het is eigenlijk voor Ro niet van toepassing. Maar Ro die wil niet samenwonen, want dat vindt hij gewoon te eng, terwijl ik dat heel graag wil. Maar ja, dat even terzijde. Jullie weten ook dat ik al lekker bezig ben met Happy Stones gaan maken. Dus, is hij zo lief geweest om wat voor mij te kopen bij de Action. Dat is 1, 2, 5, 5 pakjes. Laat het even gelijk zien. Dit is een paarse kleur. Daar zit heel veel kleurtjes bij. Ik zal daar morgen even op terugkomen. Ik heb hier een roze kleur. Er zitten ook weer allemaal kleurtjes, meerdere kleurtjes bij. Ik heb een blauwe. Er zitten ook allemaal... meerdere kleurtjes. Dit is een beetje mintgroene doosje.
ook weer heel veel kleuren. En ik heb hier een oranje, rossig doosje. Ja, ook weer, maar dan anders. Dus, ik ga morgen even hiermee met jullie even verder even over bakkeleien, wat er allemaal is. Maar dit is gewoon inderdaad acryl verfmarkers. Er zit per doosje 8 pennen in, dus ik kan even vooruit. Nou, toen vond Rood ook zo nodig om voor mij eventjes Optimaal te halen, want ik drink momenteel heel veel Optimaal. Dit is een hele andere. Dit is mango kokos. Ik weet het niet. Dan heb ik deze gewoon aardbeikers. En heb ik dus pitjas en aardbei. Ook lekker. Ja. En kaas heeft hij voor mij gekocht. En deze. Dat is dus van vandaag. Dus deze tas is gelijk leeg. Dat doe ik gelijk zo meteen eventjes in de koelkast. En gisteren. Dat wou ik ook hier nog even jullie laten zien. Gisteren heeft hij ook nog wat gekocht. Want ja, ik wil ook even opruimen. Ook samen met jullie. Misschien het weekend. Moet ik even kijken hoe ik me ook zelf voel. Maar Rodi kreeg dus namelijk een tip. Dat het dus nieuwe chips was. Dus heeft Rodi dus deze gehaald. Van Pizza Margherita. De Pizza Hut. En KFC chips. Dus ik heb nu 3 nieuwe chips om uit te proberen. En die ga ik ook met jullie bespreken. Hey, ik krijg hier een hele andere vloggende Karin. Ja, dat klopt. En ik heb ook met Ro weer even wat anders ook gehaald. Ook bij de Action. Dit is dus een fineliner. Met ook heel veel kleurtjes. Ook weer voor de stenen. En is ook weer een fineliner. Ook weer voor de stenen. En wat ik dus al zei. Ik ga binnenkort mijn nachtkastje even opruimen. Dus ik heb heel veel doosjes. Van deze heb ik er dus 2. Hier heb ik er 4 van. Dit is dus een flexibele. Kijk, ik kan het lekker induiken. Het klinkt toch wel eens heel erg fout. Dus daar heb ik er 4 van. En hier heb ik er 2 van. Ja. Dus binnenkort daar meer over. En wij hebben dus, wat ik ook al een tijdje terug al zei. Wij hebben hier aan de... We hebben hier aan de overkant hebben wij een garageboxen. En hebben dus iemand die daar voedsel opslaat voor haar toko. Maar eigenlijk alles wat ze eigenlijk niet meer mag verkopen in haar toko, geeft ze dus aan ons. Maar wij hebben zoiets van, ja, maar eigenlijk alles wat verpakt is, net zoals dit, kun je nog heel lang bewaren. Nou, dit is dus van even Maggi. Pasta, dus gewoon pasta, cheese, macaroni. Nou, dit is lekker makkelijk. En ik ga het ook van de week eventjes aan jullie laten zien in een vlog. Hoe je dat dus weer lekker maakt. Want Rodi vond het te zout. En ik lekker niet. Maar je hebt wel echt gewoon genoeg. Misschien even een hamburgertje of zo. Of even vlees erbij. Maar het is wel lekker. Dus dat. Ja. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Maar dankzij Ro heb ik dit dus. Het is niet dat ik momenteel zelf geld heb of zo. Dat totaal niet. Mama die betaalt momenteel een hele hoop. Dus dank u wel, mam. Mijn vader die betaalt even ook. Net zoals ons en onze APK-keuring. Dus ja. Dus ja, ervaring van je ouders moet je het even hebben. Dus daar ben ik heel blij mee. En mijn moeder heeft ook van de week mijn nieuwe schoenen betaald. Dus daar hoef ik me ook geen zorgen meer om te maken. Dus ik heb mama ook al bedankt. Dus bedankt, mam. En voordat deze vlog heel lang wordt, ik ga deze vlog gelijk met jullie afsluiten. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet even te abonneren hier beneden. Kijk sowieso even altijd op het i'tje. Doe het belletje aan. Laat een leuke reactie achter. En ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!